Goed, de nieuwe Deadpool-trailer is online gekomen. Het is ondertussen al eventjes geleden, maar ik wacht graag even tot ik een paar reviews kan lezen, een paar fan-theorieën. En die ga ik eventjes met jullie bespreken, terwijl we naar de gloednieuwe trailer gaan kijken. Ik denk dat ik wel mag heerlijk zijn als ik zeg dat dit een van de meest geliefde en toch de film is waar de meeste mensen naar uitkijken dit jaar. En ook ik ben een van die mensen. Deadpool is mijn favoriete Marvel-karakter dat je maar kan hebben. Ik heb al gecosplayed daarin. Die moet nog een beetje geüpgraded worden. Die was nog niet helemaal to the point. Zeker niet voor te vloggen. Maar enfin, laat ons meteen in de trailer vliegen. Dus we hebben terug een beetje alle oude karakters van Deadpool 2 en 1. En dat is wel even een depressief stukje. It has been a challenging few years. Dus dat wil zeggen dat er waarschijnlijk al een aantal jaar tussen Deadpool 2 en 3 zal zitten. Dat is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Het is ook zo raar om met mijn haar te zien. Like, we zijn het al zo gewend van de afgelopen films van like, een kale Deadpool. En nu zie je zo een echt niet passende pruik aan. Make a wish, buddy. Plus ook, ja, dat is misschien ook belangrijk om te vermelden, want Vanessa is terug. Zij was dood in het begin, Deadpool 2. En bij de endcredits zagen we dan dat hij terugging in de tijd en heel wat scenario's zoals Hitler en ook zijn lief terughaalde. Ja, Hitler heeft hij niet teruggehaald, by the way. Heeft hij wel een soort van vermoord, maar die is dan ergens gekut geweest, heb ik gehoord. Dus ik heb de film gezien waar die scène er nog in zat, maar dan heb ik gehoord dat hij op bepaalde versies daar niet meer in zit. Enfin, maakt nu niet uit voor de derde film. Maar Vanessa is ook terug, dus ik hoop dat zij een iets grotere rol krijgt in de derde film dan dat ze heeft gekregen in de tweede. En dan dit al. Wade Wilson? Dat is de beste scène ooit. Hè. Ja, dus wat je hier ziet is natuurlijk de TVA soldiers, maar toch wel een iets ander kostuum, denk ik. Misschien moet ik dat eventjes opzoeken. Trouwens, als jullie het niet graag hebben, dat ik heel snel de trailer onderbreek. Het is natuurlijk belangrijk dat jullie mijn mening weten. Willen jullie zelf de trailer zien? Er is een linkje in de beschrijving. Dus ik heb het eventjes opgezocht om wel zeker te zijn dat ik hier geen bullshit zit te vertellen. Maar een chestplate is wel degelijk anders. Er is normaal gezien gewoon een platte plaat, terwijl dat hier heb je zo van die riblingetjes. En ook hun armgedeeltes ziet er volledig anders uit. Dus er is wel degelijk een verschil. Dus dat doet mij... Het kan twee verschillende scenario's zijn. Ik heb twee verschillende scenario's ook gehoord op het internet. De ene is, oftewel, is dat de TVA achter dat Loki-serie helemaal is uitgedraaid. Dus eigenlijk dat Loki de TVA soort van heeft overgenomen. En dus achter al die verandering zien de kostuums er nu zo uit. Maar dan zou het raar zijn dat ze mensen nemen. Want ze hadden een soort van die methode afgestapt. Maar er is ook nog een tweede versie. En dat is dat dit eigenlijk niet de TVA is die wij gezien hebben in Loki, maar een andere TVA. Wat dat in principe niet mogelijk zou zijn, denk ik. Maar bon. Het kan allemaal bij Marvel. Whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Ja, dan deze scène heb ik ook heel wat verschillende verhalen gehoord. Want de TVA, normaal gezien, gaan zij niet zo te werk. In de versies waar we ze zagen Loki meenemen naar de TVA, eigenlijk begin van serie 1, kwamen ze eigenlijk zoals hier bij de persoon terecht. En dan namen ze die mee in een portaal die zij opendeden. Maar in deze scène is het niet het geval, want die portaal wordt geopend door iemand anders. Die persoon neemt hem bij de nek, trekt hem in de portaal. En dan is er een soort van rare beweging waardoor de mensen die daar eigenlijk eerder stonden, die zogezegd oftewel een andere TVA zijn oftewel naar Loki, toch nog grijpen naar het haar van Deadpool om hem soort van oftewel terug te trekken of zo. Dus in die zin is er iets vreemds aan de hand. Oftewel is die persoon die dat portaal heeft geopend niet hetzelfde als de mensen die daar nu zijn. Is die een andere TVA? Is dat iemand totaal anders? Is dat iemand van de Loki-serie? We weten het niet. Alhoewel dat ik denk, als ik eventjes terugspoel, ik denk toch wel aan de arm die rond de nek zit van Deadpool te zien, is het wel een TVA-persoon.
Dus ja, ik heb geen idee wie of wat dit zou kunnen zijn. Daar gaat de pruik. En ben ik blij, want die pruik trok echt op niets. Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Dus ook de ruimte. Ik vermoed dat de ruimtes van de TVA, die we gezien hebben in Loki, overal een beetje hetzelfde zullen zijn. Ook hier is die volledig anders. Dus dat kan ook een indicatie zijn dat we eigenlijk in een compleet nieuwe TVA zitten. Of eigenlijk een variant van de TVA. Why am I here? Walk with me. Het feit dat hij ook zegt walk with me, zeggen mensen ook dat dit wel degelijk de TVA achter Loki kan zijn. Want ze nemen niet mensen op om ze dan te pruwen. Ja, er is daar geen echt een Nederlands woord voor, denk ik. Om ze te sturen naar de void. Maar hier ja, zegt hij, loop mee met mij en we gaan even kijken wat je hier kan doen. Dus volgens mij gaan ze een soort van huren of recruteren om hen te helpen met iets, I guess. Waarom ze Deadpool daarvoor zo nodig hebben, blijft voor mij nog altijd een mysterie. Maar ja, we zien wel, hé. Wait. You are special. Trouwens, misschien moet ik ook kijken. Kan ik zien wat er op dat kaartje staat? Nee, dat kan ik jammer genoeg niet zien. Maar als er iemand weet wat er op het kaartje staat, laat het me weten. Want dat kan ook een hint zijn van wat er gaat gebeuren in de film. This is your chance to be a hero among heroes. Ja, dan krijgen we natuurlijk het befaamde beeld waar we eigenlijk verschillende scènes zien. Waarvan dat die eerste scène speelt zich af in het bos met de sneeuw. Het begin van de Age of Ultron film. En er zijn heel veel mensen die denken dat dat begin, trouwens ook het tweede beeld zie ik nu net, dat begin ook wel degelijk een soort van invloed gaat hebben over wat er gaat gebeuren in de Deadpool film. Misschien gaat hij daar iets gaan veranderen in de tijd, waardoor er een andere uitkomst is, een ander gevolg gebeurt. En dan ja, dat derde shot, ik heb geen flauw idee waarom dat erin zit, dat is van Thor Ragnarok. Dat is totaal niet op planeet Aarde. Misschien dat hij daar ook iets gaat doen, maar ik vermoed van niet. Maar ik ben er eigenlijk ook wel van overtuigd dat die beginscène van Age of Ultron gaat terugkomen in Deadpool 3. En daar kijk ik heel hard naar uit, want dat wil zeggen dat we misschien, dat is wel heel hoog gegrepen, misschien Tony Stark terugzien. Maar terugzien is misschien een groot woord. Misschien niet de karakter zelf, maar wel als Iron Man. Want daar hoeft hij niet per se voor mee te doen in het filmen van Deadpool 3. Maar je kan ook gewoon ja, in de verte eens opduiken als Iron Man. Dus de kans dat Iron Man terugkomt in Deadpool 3 is er. I smell what you're saying. Ja, dan kan je alle beelden gaan overlopen die ik hier nu zie. Want ik zie heel wat verschillende beelden van Captain America. Waar dat hij ook even een begroeting erna doet. Maar ik vermoed dat dat minder belangrijk gaat zijn. En sensei. Iets belangrijks gemist, dat is het zandregio. Dat lijkt een beetje op de nieuwe film Dune die is uitgekomen recent. En ook daar zijn heel wat verschillende meningen over, heel wat verschillende fantheorieën. En sommige mensen zeggen The Void, maar ik denk niet dat dit The Void is. Want The Void die wij zagen in Loki was echt compleet anders. Ik denk dat dit gewoon eigenlijk een soort van werelddeel is. Kan ook een planeet zijn. Want zoals we weten, bij Loki is hij ook soms een keer naar een andere planeet gegaan. En ook hier denk ik dat dat zeker het geval kan zijn dat hij via de TVA op een andere planeet terechtkomt. Cinematic Universe is about to change forever. Ook een heel belangrijk deeltje van de trailer, maar ik krijg het nu niet op het juiste moment. Dat is de tanden. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar er is een soort van schedelachtige structuur waar dat Deadpool in zit. En dat zou volgens fans dezelfde schedel zijn waar dat de Hulk in zit in Thor Ragnarok. Dus misschien hebben we daar ook wel een deeltje van. En dan zou die shot van Thor Ragnarok, nu dat ik eraan denk, ook wel een logische verklaring zijn. Maar bon, het zijn allemaal nog onzekerheden, theorieën, maar ik vind dat toch een keer tof om te overlopen. To change forever. Dan deze scène is ook belangrijk. Er zitten heel veel belangrijke scènes in, vind ik. Maar mensen zeggen dat dit niet Wolverine is die wij gaan zien in de volledige film. Ik denk van wel, want
Ik denk dat ze voornamelijk Hugh Jackman proberen... Jackman? Hoe zeg ik? Ja, ik zeg het wel waarschijnlijk fout, maar bon. Ik denk dat ze hem voornamelijk proberen terug te brengen als karakter, als acteur zijnde. En ik denk niet dat ze gaan wel heel veel verschillende versies van hem nemen. Dat is wat ik denk. Het kan natuurlijk een andere versie zijn, maar ik denk gewoon dat het Hugh is Hugh. Bon. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. Ook even zo'n kom-slapje. Ik vind wel, als ik heel eerlijk mag zijn, dat het kostuum er niet beter is op horen van Deadpool. Ik vind die rode band, ik vind die zwarte band in het midden niet zo mooi. Ik heb zelf een Deadpool kostuum. Ik vind wel dat de riem een upgrade heeft gehad. Keur ik goed, want dat is de riem die ik heb. Maar nee, de rest vind ik mocht gewoon hetzelfde blijven. Deadpool hoeft voor mij geen upgrade te krijgen. Zijn kostuum is perfect. En die rode, die zwarte band in het midden, onder zijn hals, dat mag van mij gewoon verdwijnen, want dat kan me geen zak schelen. Ik was eventjes bijna iets aan het vergeten. Ik was zo aan het kijken wat er aan het gebeuren was. Dit, aan de andere hand, kan wel de Void zijn. Want er zijn heel veel structuren die op de achtergrond liggen. Zoals de Void in Loki. De wolken zijn wel anders, maar dat kan zijn omdat... ik ben nu even de naam vergeten. Maar die draakwolk is defeated. Dus dat kan zijn wel dat de lucht er anders kan uitzien dan in Loki. Maar wat je ook op de achtergrond ziet bij deze scène. Dat is, maar ben nu even... Ik wil zeker zijn. Dus ik ga het eentje opzoeken. Ik had het eentje opgezocht, want ik wil zeker zijn dat ik het correcte vertel. Maar dat is eigenlijk het logo van de 20th Century Fox. En dat is een wel bekend logo die bij je in zeer veel films op het begin tevoorschijn komt. En ja, dat kan ook. Maar trouwens, ik denk niet dat Deadpool daar eigenlijk een paard van is. Dus misschien crossover. Who knows? Ik weet eigenlijk niet of dat Century Fox... daarvan een part is. Ik ga eentje opzoeken. Oké, jawel. Het is wel het is gemaakt door 20th Century Fox. Waarom kan ik al die dingen niet uitspreken? Sorry. Toen ik dat eigenlijk voor het eerst zag, dacht ik, dat is de intro. Dat kan nog altijd, hè. Maar dat zou gewoon zo cool zijn, moesten ze de intro maken van de film met het originele logo. Dat dat logo dan op een of andere manier opgeblazen, neervalt, weet ik veel wat. En dat dan neerstort in die zandarea en dan gewoon heel de gevecht plaatsvindt. Like in de beginscène. Ik zou dat echt cool vinden. En dat kan ook nog altijd, maar denk het. Op zich niet, want anders, wat is de surprise van de TVA die opduikt aan zijn appartement en zo. Enfin, dit boek is wel vaak bekend van een keer te wisselen in tijd, dus het is nog altijd een mogelijkheid. Oh my God. Dit, echt 99%, er is de TVA. Het ziet er gewoon echt de TVA uit. Like lucht, environment. Alhoewel, ik ben nu even aan het twijfelen. Want wat ik denk, de motors die we daarnet zagen op de grote zandvlakte, de Dune-referentie die ik maakte, dat is eigenlijk de motor, denk ik, die we hier nu zien aan de zijkant van het scherm. Dan zien we ook een lokale bevolking rondlopen met een soort van speciale guns. En TVA zit in een handboeien, dus dat wil zeggen, I don't know, dat iemand het iets tegen TVA had. Maar we zien ook Deadpool vechten met de TVA, dus Deadpool hoort ook niet bij hen. Ik weet echt niet waar dat Deadpool plaats hoort, want eerst zit hij bij de TVA, dan vecht hij met de TVA, dan vecht hij waarschijnlijk met deze lokale bevolking ook. Ja, meestal vecht hij ook echt gewoon met iedereen, maar bon, echt wel een top scène dit, nog een keer. Oh my God! Ja. God, I love this part. Bij dit shot heb ik het heel speciale pauze gezet, want ik vermoed, net zoals velen, dat dit niet Deadpool is. De handschoenen die je hier op het scherm ziet, zijn niet dezelfde als het Deadpool-kostuum dat hij draagt in de trailer. Dus dat zou wel duiden dat dit ofwel een totaal ander karakter is die niets met Deadpool te maken heeft, ofwel is dat Lady Deadpool. En please God, laat Vanessa Lady Deadpool spelen. Ik zou het zo cool vinden. Echt geniaal als dat gebeurt. Als dat gebeurt, ga ik echt... Ja, ik ga niet in je gat in de lucht springen, want anders gaan de mensen achter mij niets meer zien in de cinema. Maar ik zou zo blij zijn. Maar ik denk dat we bijna mogen zeker zijn dat Lady Deadpool in de film gaat zitten. En daar kijk ik echt naar uit. Goh. Het is Deadpool, dus ja, alles gaat kapot op een gegeven moment. Dus ja, bon.
de lokale bevolking. Geen flow idee wie dat is. Als er theorieën zijn, laat het mij weten. Is dat van onze planeet? Als ik eerlijk ben, het ziet er niet echt een kostuum uit. En iets dat wij zouden dragen op onze planeet. Dat doet mij echt denken dat dat niet op onze planeet is. Maar aan de andere kant, ja, wat er allemaal gebeurt in van die desertplaatsen, dat weet ik ook allemaal niet zo goed. En in Marvel heb je nogal heel vaak een keer speciale kostuums die uit de bocht komen. Dus ja, het kan allemaal. Wait! Dit is zo hard. Gewoon het bos van Age of Ultron. Wie denkt... Laat het weten in de comments. Gewoon één like is één denkwijze voor Age of... Weet je wat, like gewoon niet. Weet je, ik kan niet meer worden. Bon. TVA, vet. Vecht. Doe je ding. Ah, nee, ik was vergeten. Er wordt geen vechtscène meer getoond. We zien enkel nog een sneak peek van een van de favoriete karakters. En hier kan je trouwens ook zijn handschoenen goed zien. Omdat ik net zei over handschoenen. En ik wil niet altijd alles op pauze zetten. Zijn handschoenen zijn volledig zwart. Maar dan gaan we natuurlijk naar een van de tofste momenten van de trailer, vind ik. Want Wolverine zit er niet zoveel in, jammer genoeg. Don't just stand there, you ape. Give me a handout. Ja, dat vind ik geniaal. I'm actually okay, thank you very much. Ik ga wel niet, maar misschien, ik weet het niet. Maar, zo te zien zit Deadpool. Zo te zien zit Wolverine er eigenlijk niet zoveel in dat ik dacht. Misschien had zoiets zijn like Spider-Man No Way Home. Dat we zo ergens in de helft naar het einde toe gaan te zien krijgen dat Wolverine erbij komt. En dan vind ik de titel Deadpool en Wolverine een beetje misplaatst. En dat ik liever een Deadpool 3 had. Maar als Wolverine er echt veel in zit, dan vind ik een toptitel en ga zo verder. Voor de rest denk ik dat ik niet zo heel veel heb te vermelden hierbij. Ik denk dat we voornamelijk moeten wachten op de officiële trailer. Want dit is een teaser trailer. Dat wil zeggen dat dat eigenlijk een stukje is. Of een stukje, ja. Dat is eigenlijk een videootje die released wordt voor de trailer. En dan hebben we meestal een trailer 1 en trailer 2. En dan soms ook een trailer 3. Maar ja, Marvel gaat heel vaak nog een keer zo het weekend ervoor zo plaatsen. Only 3 days to go. To the movie. En dan gaat iedereen bij de... Ja, bon. Dus ik kijk echt uit naar de film. Ik ga er zijn op de avant-première. Slash, als er een marathon is, Kinepolis, doe alsjeblieft een marathon. Dan zal ik er zijn. En ik zal er zijn in cosplay. En jullie ga ik zeker en vast meenemen. Het zal waarschijnlijk een TikTok worden, want dat is een beetje te kort voor een YouTube-video van te maken. Maar als jullie nog theorieën hebben of het een of het ander, laat het me weten in de comments. En dan maak ik een nieuwe video bij de volgende trailer. En dan ga ik eens over de comments. En zo ga ik proberen, want ik zeg het, ik heb het vaak geprobeerd om video's te maken waar ik ga reageren op trailers, films, etcetera. Maar het is er nooit echt van gekomen. En dat komt voornamelijk omdat ik geen tijd heb om te editen. Dus ik hoop dat ik deze nu wel rap online krijg. En dan hoop ik dat jullie ook gaan commenten. Want het zou tof zijn als we een soort van interactie kunnen creëren. Dat ik samen met jullie de theorieën kan delen. Hoe zot ze ook maar zijn, laat het me weten. En ik hoor ze graag en lees ze graag voor naar de rest van België/Nederland. En dan zie ik jullie terug bij een volgende trailer.